Pira, Hanni Belfort, T-News aan Stefano Denske. De Gold Cup is een van de belangrijke landentoernooien. En er valt veel te winnen voor Suriname. Leeft het binnen de groep dat er iets speciaals bereikt kan worden? Dat er mooie dingen neergezet kunnen worden? Is er echt beleving al? En who's on is asking the question to me? Not to me, was to me, yeah? Right, yeah. Okay. Nee, ik denk, goedemiddag trouwens, hier goedemorgen. Nee, ik denk het wel dat het leeft binnen de groep. Ik denk dat iedereen, we zijn met één doelstelling naar hier gekomen. En is om ons te kwalificeren natuurlijk. En met name wat je net zei ook voor de Gold Cup. En zoals het binnen de groep leeft, we hebben natuurlijk ook een groep met spelers die een heleboel ervaring hebben op hoog niveau. En die ook weten hoe het is om voor de prijzen te spelen. En wat je ervoor moet doen. En ik denk dat we elkaar, we hebben oudere spelers, we hebben jongere spelers. Maar zelfs de ouderen helpen de jongeren en de jongeren helpen de ouderen. Zodat iedereen weet waarvoor we hier zijn. Thank you. Alsjeblieft. Okay, and now we're moving on to Manuel Medina. You can go ahead and ask your question. Hello, this is Manuel Medina from TJ Sports. This is a question for both of you. The debut for Aaron Winter was against Mexico. I'm from Mexico, that's why I asked. Was against Mexico in the CONCACAF Nations League. Since then, I don't have any reports that the team has played any friendlies and etc. So my question is, how do you prepare for that? And if you can correct me, what did you do in this process to get to be here present? And of course, trying to qualify to the next round, and then to the CONCACAF Gold Cup. Thank you. Good morning. First of all, we started the training camp in the beginning of June with the most of the players because the half of the team, we had a very good, let's say 6 days training camp. And the most important thing was to practice and to deal with the circumstances, also to try to train on our way we want to play against the coming up opponents. And we were also very happy that we could have the major part of the group to practice, because even when we know that some of our players in the last phase of the league, they didn't play a lot of games, and now we have managed all those things very good, and we are ready for the game for tomorrow. And I'm very happy that we had the time to practice those 6 days very good. And it's not only practicing, but also to build on a good vibe in the team. And what Stefano had mentioned before, the group spirit is very good. Will you go ahead and answer the question, Stefan? I think he said the question is for both of you. Sorry. Yeah, I think it was like an answer for both of us, because for me it was like the same, because I'm here now for like 1 week. I joined the national team in Holland during the camp, and we did like what the coach said before. We tried to know each other better and also like to practice on the way we want to play. And not everybody was there like in Holland, but like even now, like some players came from their own club and joined us, but they played already before for the national team. So they know exactly what the coach expect from the whole team, like the way he wants to play. But it's always nice to have everybody together. Also for me to be here, to be part of the team, because for me, it's like the first time to be here. So, we are ready for tomorrow. I think, like the coach said, we practice a lot and we train a lot on things we wanted to see from the national team. So hopefully we are ready for tomorrow. Okay, thank you very much. And now I'm moving on to Desney Romeo. If you can go ahead and ask your question now. I have a question for the coach, Aaron Winter. Aaron, goedemiddag. Goedemorgen. Ik ga ervan uit dus dat je de ploeg klaar hebt voor morgen. Kan je ons vertellen hoe de basis
opstelling eruit zal zien? Als eerste gebogen Desni. De basis zal ik nog niet doorgeven. We hebben ons heel goed voorbereid. We zijn dingen aan het proberen. Ook afhankelijk van gezien de kwaliteit van de komende tegenstander. Maar ja, we zijn er klaar voor. En het is altijd veel belangrijker dat de eerste groep weet hoe we zullen starten in plaats van de eerste media. Maar de jongens die zullen starten, eigenlijk, we zijn er klaar voor. Allemaal. En je maakt keuzes en je kijkt ook naar de competenties van de spelers die we hebben. Maar ook waar wij denken om de tegenstander te kunnen verslaan. Iedereen is fit? Prijs geven nu, dat doen wij niet. Is iedereen fit? Iedereen is fit. Oké. Thank you. Thank you very much. And now we're moving on to Rashid Sultan. You can go ahead and ask your question now. Ja, Aaron, kan je me horen? Goedemiddag. 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 Goedemiddag ook aan jou, Stefano. Ik heb even een vraagje voor jou, Aaron. We hebben, ik denk, pakweg een maand geleden een interview gehad waarbij jij dus aangaf dat de technische staf Puerto Rico goed heeft bekeken, goed heeft bestudeerd. Kan je misschien nu in wat met wat meer duidelijkheid aangeven wat we allemaal van Puerto Rico kunnen verwachten morgen? Ja, kijk, Puerto Rico heeft een goede ploeg. Het is een jonge ploeg. Hè. Als je kijkt, gezien de leeftijden. Het is een ploeg die fel en ook wel leuk kan voetballen. Dus al die de kwaliteiten en de sterkte en zwaktes van de ploeg, dat weten we. En daar hebben we ook op geoefend. Kijk, aan de andere kant, wij gaan van onze eigen kracht uit. We hebben een fantastische selectie. En onze doelstelling is ook om ons te kwalificeren voor de Gold Cup. En daar gaan we naartoe werken. We hebben er allemaal heel erg veel vertrouwen in. En om nu zeg maar de dingen bloot te leggen van de tegenstander, ja, dat vind ik niet relevant. Wij weten dat als groep en daar werken we naartoe. Oké, goed. En dan heb ik toch nog ook een vraag aan jullie beiden. Durven jullie gewoon overtuigend jezelf in de favoriete rol te plaatsen voor morgen? Ik zou deze vraag wel. Favoriete rol? Nee, niet echt. Ik bedoel, de bal is en blijft rond. Je weet nooit wat er kan gebeuren. En het eerste waar je van moet uitgaan is je eigen kwaliteiten. En de kwaliteiten die we hebben binnen de groep en het vertrouwen richting elkaar. Dat je die wedstrijd in kan gaan om te winnen. En ik denk dat als je die instelling hebt richting elke wedstrijd, dan moeten we zien waar we gaan belanden. Maar het belangrijkste is het vertrouwen en de teamgeest binnen het team. Oké, thank you. Now moving on to Marino Balsemho. You can go ahead and ask your question. Okay, I'm moving on to Raul Caron. You can go ahead and ask your question now. Hi, goedendag heren. Trainer Winter, ik wil zo graag willen weten wat voor formatie u zal hanteren morgen. Wordt het een 4-3-3? Gaan jullie sterk aanvallend spelen of zal er op de counter gevoetbald worden? En aan Dennis wil, hoe voelt het om bij de selectie te zijn en om te spelen voor Nacho? En wat mogen we van jou verwachten morgen? Als eerste, de voorgaande keren, dat hebben jullie ook meegekregen, dat wij gewoon vanuit de 4-3 spelen. Is altijd ook natuurlijk afhankelijk van hoe de tegenstander zich op een gegeven moment in de wedstrijd. Anders misschien dat ze anders spelen, dus dan ga je erop aanpassen. Maar het is zo dat wij altijd 4-3 willen spelen. Daarvanuit kun je dan 3-4-3 of nog wat aanvallender spelen. Wij willen graag, doordat wij een mooie selectie hebben, willen we graag ook voetballen. En dus wij gaan altijd alles voetballend benaderen. Belangrijk is wel, waar je ook wel mee te maken hebt, is hier het klimaat. Dus je moet soms ook wel
ja, verstandig zijn hoe we zeg maar, de hele wedstrijd vol willen houden. En nogmaals antwoord op je vragen, 4-3-3. Do we have any other questions at this point? Yes, can I? I want to ask a question. Yeah. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Ja, alvast succes voor morgen. Ik heb een vraag voor de coach. Het is uw eerste wedstrijd met Henk ten Kaarte. Jullie zijn beide hier erg bekend. Legt dat een bepaalde druk op je voor deze wedstrijd en de komende? Of het druk op me legt? Ja. Nee, zeker niet. Ik vind dat iedere wedstrijd die je coacht voor het Surinaams elftal, ja, daar weet je hè, waar je voor staat. Ik heb al aangegeven de voorgaande keren dat dit een heel mooi proces is. Dat onze doelstelling uiteindelijk 2026 is. Onze doelstelling is nu om in de poolfase te komen en proberen te overleven. En daar werk ik ook naartoe. En de druk, die voel ik niet. Ik ben alleen maar blij en vereerd dat we de staf hebben kunnen uitbreiden met veel kwaliteit. En daar is Henk ten Kaarte is daar ook een van. Iemand die heel veel ervaring heeft. Iemand die bij grote clubs heeft gespeeld. En dat is alleen maar toegevoegde waarde. En dat is het proces waar we met z'n allen naartoe werken. Dan heb ik het over de coachingstaf. Maar ik heb het ook over de spelersgroep. En als je dan ziet ook dat naast mijn Stefano ook heel blij is dat hij Suriname mag vertegenwoordigen. En dat, dit is het begin. En niet het einde, maar het begin. En zo zullen we proberen om het elftal steeds meer te gaan versterken met kwalitatief allemaal goede voetballers. En het proces is 2026. Dus de druk heb je altijd. En daar ben ik gewend, ook in mijn voetbalcarrière. Dus je weet wat er gevraagd wordt. En dan proberen we met elkaar er naartoe te werken. We have another question from Marinho. You can go ahead and ask your question. Okay, we're going on to Rashid Sultan. You can go ahead and ask your question. Yes. Kan je me horen, Stefano? Ja, ik kan u horen. Oké. Nee, ik wil dus aan jou vragen. Jij bent nu de aanvoerder. Hoe voelt dat eigenlijk aan? Sorry. Even correctie. Jij gaat nu even op dingen vooruitlopen met de nieuwe aanvoerder. Dit is niet het geval. Dus we hebben normaal gesproken, dan neem je de aanvoerder mee. Dat is in dit geval niet omdat we aan het trainen zijn. En om zeg maar in een persconferentie om de groep uit elkaar te halen, dat doen we niet. Dus even een correctie. Oké. Dus geen dingen in de wereld roepen dat mensen er wat mee doen. Oké, Aaron, excuses daarvoor. Yes. Destiny, Romeo gaf daarnet aan dat de hele selectie ineens fit is. Toch? En je hebt daarnet ook aangehaald. Het klimaat dat een belangrijke rol speelt morgen, als je ook wil gaan kijken hoe je wil gaan voetballen uiteindelijk. Maar moet ik ook aannemen dat conditioneel alles helemaal goed zit bij ieder? Sorry, nog eens, laatste verstond ik even niet. Moet ik aannemen dat conditioneel alles goed zit bij alle spelers? Want je hebt dus aangegeven dat het klimaat ook wel een rol speelt aan de hand van hoe je uiteindelijk wil gaan spelen, toch? Ja, dat klopt. Kijk, we zijn fysiek zijn we oké. Wij moeten straks met een temperatuur van variëren tussen de 30 en nog hoger ga je spelen. Luchtvochtigheid is zeg maar, ik geloof iets van 60%. Dat zijn allemaal dingen wat je normaal gesproken weinig mee te dealen hebt. Dus dat weet je. En daarom moet je ook goed aan een wedstrijd beginnen, goed voorbereiden. We weten wat ons te wachten staat. Ik ben ook heel blij dat wij al gestart zijn in juni, ook al hier eerder zijn gekomen om ons goed te kunnen voorbereiden, te kunnen wennen aan alle omstandigheden. Dus wij moeten gewoon gedoseerd en goed aan de wedstrijd beginnen. En nogmaals, ik heb het net ook al eerder aangegeven, we weten de kwaliteit van onze tegenstander en wij gaan van onze eigen kwaliteit uit.
Ja, dank u heren. Heel veel succes. Arnie, do you have another question at this time? Yes, Arnie Beda. Arnie, Belfort. Trainer Winter, het wordt aanvallend voetbal, hoofdzakelijk, van dat punt wordt uitgegaan. Ik heb gekeken naar de tegenstander. Puerto Rico is zeker, het wordt of St. Lucia of Martinique als Puerto Rico verslagen wordt. Mijn mening na die analyse is dat Suriname natuurlijk aan zichzelf verplicht is. Met deze, de tegenstander van morgen en de twee, één van de twee. Is dat ook het uitgangspunt voor iedereen in de groep? We zijn het aan onszelf verplicht om de groepsfase te halen. Als eerste, ja, op basis van wat heeft u dat, zeg maar, gaat u ervan uit dat het zo is? Nogmaals, ik zeg van, wij spelen tegen de tegenstander Puerto Rico en dat mag je niet onderschatten. Wij willen graag, en dat gaan we er ook alles aan doen om ons te plaatsen voor de poolfase. En we hebben ook respect voor onze tegenstander. En ik ga niet onze komende tegenstander kleiner maken dan het is. Wij gaan van onze eigen kracht uit. En we moeten eerst die wedstrijd spelen. En het is niet zo dat we dat niet zullen halen. Maar iedereen denkt heel makkelijk over van ja, je wint het maar eventjes zo. Heel makkelijk. Ik heb het dus hier meer over de instelling binnen de groep. We zijn het maar de instelling is heel goed. Nee, maar oké, maar de instelling is heel goed. Dat heeft Stefano net beaamd. Ik heb dat ook al aangegeven. De spirit in de groep is goed. De jongens weten, wij willen graag. En we geloven er ook in dat we dat allemaal gaan halen. En daar werken we er ook voor. En dat is gewoon ook het begin. En uiteindelijk weet in ieder. Je groeit ook altijd in een toernooi, je groeit wat dichter bij elkaar. En we zijn nu al, zeg maar, al een periode bezig om dat gevoel te creëren. En ook ergens, ook specifiek naartoe te werken. En we taking dank u wel. One final question from Rashid, so you can go ahead and ask your question now. I think it was the final question. I am good, thank you. This is my last question. No questions further. Okay, well, thank you very much. With that question, we have come to the end of today's press conference and the best of luck to the team. Thank you.